Yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe update video. En vandaag ga ik met jullie hebben over Shadow Games 23. En ja, dat is het zeg maar. Want ik ga zeg maar stoppen met Shadow Games 23. Ik ga niet helemaal stoppen met YouTube. En de reden dat ik stop is, ik heb erg veel problemen met mijn partnernetwerk op dit moment, RPM. Het slaat echt nergens op wat het over gaat, maar ik ga gewoon een nieuw kanaal aanmaken. En ik ga daar gewoon ja, nu op verder, zeg maar. Ik vind het echt enorm jammer, want nou, ik heb erg verloren in de series die ik nu doe. Maar ja, het is nou helemaal niet anders. Ik heb geen zin in gezeik. YouTube moet leuk zijn en het was echt niet meer leuk. Dus ik had gewoon zoiets van, weet je wat, fuck it. Dan doe ik maar alles maar overnieuw hoor. Echt gewoon, ik baal er echt van, want ik heb gewoon in het afgelopen half jaar... Ja, Shadow Games zeg maar opgebouwd samen met jullie. Nou, eigenlijk moet ik zeggen dat jullie het hebben opgebouwd. Want ik kan wel video's gaan maken, maar jullie moeten het steeds liken en kijken en support aan mij geven. En daar ben ik jullie echt zo enorm dankbaar voor. Echt, ik zal tegen iedere abonnee eigenlijk wel willen zeggen bedankt. En ja, ga zo door, want het is echt awesome hoe jullie dit doen gewoon. Jullie hebben mij echt gewoon enorm geholpen en zo. En het betekent echt heel erg veel voor mij. Het is echt niet zomaar een dingetje wat gewoon leuk is. Nee, het betekent echt heel veel voor mij. Dus daarom hoop ik ook gewoon dat wij gewoon een aantal van jullie gewoon, ja, kunnen transporteren, zeg maar, naar Shadow Games 24. Want ik ga er gewoon lekker verder met allemaal nieuwe series. Er komt een nieuwe Minecraft Survival, er komt Minecraft Hunger Games, er komt een Minecraft Quest for the Wither, er komt Minecraft Hunger Games, Sinterklaas Special, een Kerst Special. Dan komt er nog, denk ik, geloof je die Ghost nog op, GTA, misschien zelfs nog wel wat Assassin's Creed. Ik moet even kijken, want nou, ik heb werkelijk geen idee hoe je het wil doen met de series. Alleen, dat wat ik heb gezegd van Minecraft, dat komt sowieso, want Tim en ik die kijken echt heel erg naar uit om gewoon echt enorm veel Hunger Games te gaan doen. Want we hebben een ja, nieuwe server gevonden, de Nexus MC. Daar gaan we vanaf nu altijd Hunger Games op doen, want het is echt een super coole server. Want we zijn een beetje geband van de MCSG servers, want kennelijk vinden ze met de sprint niet meer zo leuk. Dus super scheid, maar ja, we spelen dus nou op de Nexus, nexusmc.net is de IP volgens mij. Nou, maar in ieder geval, daar hebben we het niet over vandaag. Quest for the Wither wordt hetzelfde als Quest for the Ender Dragon. Alleen dan gaan we jagen op Wither in plaats van een van de grote zwarte draak, dus ja. Nou, en dan... Naast Minecraft heb ik werkelijk geen idee wat ik moet gaan doen. Ik denk dat ik sowieso de Durpsuit terug ga laten komen. Want die was enorm populair. En jullie willen allemaal dat ik daar een tweede versie van maak. Dus ik denk dat ik hem dan Fantasia Zoo ga noemen of zo. Of misschien wel gewoon weer Durpsuit. Misschien noem ik de Minecraft Survivor serie wel gewoon weer Ronald Spot Minecraft. Ik weet het niet. We moeten even kijken. Ik denk wel dat ik gewoon Minecraft Survivor doe. Gewoon YOLO. Want Ronald Spot Minecraft is eigenlijk iets van Shadow Games 23. Dus ja, maar de Durpsuit. Echt gewoon. Wil jullie dat weer zien? Zo ja, laat het achter in de comments. Want het lijkt mij wel heel cool om dit te gaan doen en zo. Dus laat het achter. In de comments als je het wilt zien. Laat ook achter als je het niet wilt zien. En zeg gewoon... Ja, ga geen halfgebakken comments plaatsen met ja of nee. Nee, zeg gewoon ja, wij... Doe gewoon hele duidelijke comments. Want daar heb ik gewoon echt heel veel aan. Dus ja, laat ook even achter jongens. Welke series moet ik gaan uploaden? Willen jullie dat ik Skyrim upload? Willen jullie dat ik opnieuw ga beginnen met GTA 5? Willen jullie dat ik opnieuw ga beginnen met Assassin's Creed? Willen jullie dat ik opnieuw ga beginnen met Call of Duty Ghost? Laat het gewoon achter. Ik denk dat ik sowieso Call of Duty Ghost campaign ga doen. Als jullie dat willen zien, roep maar gewoon. Maar als jullie Halo 4 willen, doe ik Halo 4. Willen jullie Skyrim, doe ik Skyrim. Skyrim, dat is de Elder Scrolls 5 volgens mij. Dus het lijkt mij enorm cool om dat te doen. Dus dan hebben we het zeg maar over de Durpsuit, Skyrim en... ja, dat zeg maar. En die Minecraft Survivor serie wordt dagelijks geüpload. Dus ik moet nog een beetje kijken hoe ik het ga doen met het gameplan. Ik moet eerst zeg maar wat series hebben om een basis te maken. Want dat is het moeilijkste bij een YouTube kanaal. Een goede basis maken. Je moet zeg maar wat Minecraft, wat RPG games. En wat FPS games. Misschien zelfs nog wat... ja, wat ertussen is het zeg maar. Bijvoorbeeld Call of Duty Ghost Campaign. Dat is zeg maar roleplay en first person shooter. Dus ja, willen jullie dat allemaal zien? Laat het gewoon achter in de comments, jongens. Ik heb hier, ik zal even wat pakken. Even kijken of dan kan ik allemaal niet bij. Dat staat te hoog op een plank en ik ga het niet meer pakken en zo. Dat staat echt helemaal daarboven. Nee, maar even kijken. Ik kan wel even snel kijken. Ik heb Halo 4, ik heb Halo 3, ik heb
Zoals Star Wars, Knights of the Old Republic. Ik heb Crysis. Ik heb Death Island. Willen jullie een Death Island 1 playthrough? Laat het achter in de comments. Kunnen we lekker zombies voor de bakkers gaan slaan. Dit is wel heel erg grappig trouwens. Ik heb nog een Lego Star Wars game. Ik heb nog Indiana Jones. Ik heb Lego Batman 1 en 2. Ik heb Lego Harry Potter jaren 1 tot en met 4. Ik heb Modern Warfare 3. Ik heb Black Ops 1. Ik heb Black Ops 2. Ik heb Halo Reach. Ik heb GTA 4. Ik heb GTA 4 episodes van Liberty City. Ik heb Left 4 Dead, ik heb Orcs Must Die. Nou, Orcs Must Die is eigenlijk wel klaar, want dat heeft iedereen al gezien. Orcs Must Die 2, jawel, ik wil die game ook gaan doen. Alleen voorlopig nog niet, want ik ben net klaar met Orcs Must Die. Dus dan wil ik niet meteen het nieuwe gaan doen. Nee, maar het komt er wel, dus als je een Orcs Must Die fan bent, abonneer op Shadowgames24, want Orcs Must Die 2 gaat er sowieso komen. Want ik wil het gaan doen, alleen niet nu, want ik heb het net gedaan. Dus ja. Ik denk misschien zelfs wel naar de dropshow dan eventueel. Maar ik heb echt gewoon duizenden games. Even kijken. Ik heb nog... Nee, dat was het wel zo'n beetje. Dus ja, willen jullie dat allemaal zien? Laat het gewoon achter in de comments. Ik ga niet een hele lijst maken, maar gewoon... Zeg het gewoon. Gewoon, wat willen jullie zien? Ik heb Skyrim, ik heb al die games die ik net heb opgenoemd. Misschien zelfs nog wel wat random games van het internet. Happy Wheels, ik noem maar wat. Misschien nog wel iets van een Minecraft minigame serie. Super Smash Bros. Weet ik veel. Capture the Flag. I don't know. Laat het gewoon achter in de comments. Wat willen jullie nou echt zien op Shadowgames 23? Wat is jullie gedachte wat jullie graag zouden willen op Shadowgames 24? Want nou, daar kan ik wat mee. Als het allemaal een beetje overeenkomt, dan kan ik zeg maar mee daarop gaan afstemmen. Want ik wil dezelfde soort sfeer creëren op Shadowgames 24 als op Shadowgames 23. Dus ja, het moet zeg maar een beetje bij elkaar passen en zo. En dan vraag ik nog één ding van jullie. Volg mij even op mijn nieuwe Twitter, @Shadowgames24. Staat ook wel een link hieronder in de beschrijving. Hetzelfde geldt voor Shadowgames24. Staat ook een link hier in beeld, onder in de beschrijving. Er is nog geen video geüpload. Dus als je hem niet kunt vinden door Shadowgames24 in te typen, komt dat daardoor. Dus ga gewoon naar mijn kanaal. Daar staan allemaal linken. Onder in de beschrijving staan linken. Hier in beeld staan linken. Doe er gewoon wat mee, zou ik zeggen. En alsjeblieft, abonneer gewoon. Dat lijkt me echt gewoon epic als we gewoon 500... ja, van jullie naar Shadowgames 24 kunnen krijgen. Dat zou mij echt fantastisch lijken. Want dan is niet alles voor niks geweest. Dan heb ik gewoon toch nog ja, gewoon iets neergezet met Shadowgames 23. En dan kunnen we lekker op Shadowgames 24 mee verder. Tot in de eeuwigheid eigenlijk. Want ik wil het, ja, voor eeuwig blijven doen, YouTube. Want ik heb er enorm veel lol in. En ja, er zitten nog wel wat probleempjes met mijn microfoon en met andere technische shit. Dus ik moet het gaan fixen. Mijn mic is denk ik kapot. Dus ik moet misschien een nieuwe mic gaan kopen. Maar ja, wat het probleem is, zeg maar, dat ik een soort van bas heb. Dat het een beetje zo klinkt, zeg maar. Dat het een beetje ja, de overhand neemt. Dat je mijn stem niet echt goed hoort. En het is heel erg raar, want deze mic, mijn Razer Black Shark mic, die heeft het probleem niet. Mijn oude Blue Snowball, want daar heb ik video's van teruggekeken, die heeft het probleem ook niet. Dus het slaat nergens op waarom een fucking Blue Mic van 120 euro het probleem wel heeft. Spooky 1611 heeft ook een Blue Yeti, heeft het probleem ook niet. Dus het is heel raar en zo, maar ik heb wel een mooie mic op het oog die ik wil gaan halen. Moet ik dus nog even bekijken, dus er zullen niet meteen morgen video's op Shadowgames 24 gaan verschijnen. Ik moet ook nog een banner gaan maken, ik moet nog heel veel regelen, maar abonneer er gewoon alvast op. Er komen video's jullie kant op. Ik ga nog wel video's uploaden op Shadowgames 23, gewoon wat Assassin's Creed, wat Minecraft hier en daar. Dus gewoon nog steeds wel redelijk wat video's. Niet meer 3 video's per dag, maar wel gewoon redelijk wat video's. Dus ja, wil je weten wat er geüpload wordt, volg mij dan even op de Twitter van dit kanaal, @Shadowgames23. Is ook nog mijn hoofd-Twitter voor dit moment. Ik twitter ook nog niks eigenlijk op Shadowgames24. Dat zal eerst allemaal via mijn Twitter gaan, die ik nu gebruik, Shadowgames23. Maar volg me gewoon op mijn nieuwe Twitter. Ja, abonneer op mijn nieuwe kanaal, jongens. Het helpt me echt enorm. En ja, laten we er gewoon samen voor zorgen dat we gewoon Shadowgames 24 gewoon awesome gaan maken. Laten we gewoon nog beter doen dan Shadowgames 23. Trouwens, Minecraft Server Tours gaan ook gewoon verder met de wereld die ik nu heb in Shadow World. Die gaan dan gewoon Server Tours verder. Dat wordt wel weer Server Tour 1. En alles wordt wel weer vanaf deel 1. Dus de Hunger Games ook. En de Minecraft serie natuurlijk. En de Server Tours en alles gaat vanaf deel 1. Dus ja, hopelijk vinden jullie dat niet erg, maar ja, de map blijft hetzelfde. Het gaat gewoon allemaal door. Alleen, ja, het is wel allemaal deel 1. Dus ja,
Maar goed, ja, dan is er nog wat. In december en januari en februari ben ik erg lang weg. Ik ben 's ochtends van ongeveer 8 uur tot 5 uur ben ik niet thuis. Dus het gaat erg lastig worden om YouTube te doen. Alleen, het zal wel lukken, alleen niet met altijd 3 video's per dag. Ik ga enorm mijn best doen, want ik heb een nieuw kanaal, dus dat wil ik echt gewoon goed doen. Alleen, soms kan het zijn dat er geen video's komen die dag, maar dat ik dan voorbereid ben op de komende week. Dus dat er die hele week dan wel video's komen. Dus dat kan gewoon het geval zijn. En het is al bijna eind november. Dus ja, december komt eraan. En ja, wat de reden allemaal is, dat is allemaal een beetje persoonlijk en alles. Dus dat is allemaal niet echt heel van groot belang. Maar ja, volg me op Twitter. Dus @ShadowGames23. Want dat is de Twitter van dit kanaal. En daar wordt mijn uploadschema dagelijks weergegeven. Dus ja, maar goed. Ik ga het hierbij laten voor vandaag, jongens. Ik ga verder werken aan ja, allemaal dingen en zo. Dus hopelijk abonneren jullie even op ShadowGames24, mijn nieuwe gamingkanaal. Daar worden allemaal nieuwe series geüpload. De Durpsu, Minecraft Survival, Minecraft Wither, Zooi. Het gaat echt awesome worden. Dus abonneer daarop. Volg me op de Twitter van dit kanaal, @ShadowGames23. En natuurlijk even op mijn nieuwe Twitter voor mijn nieuwe kanaal, @ShadowGames24. Er staan allemaal linken hier in de beschrijving en in beeld en op mijn kanaal. Dus er moet geen probleem zijn om daar naartoe te navigeren. Als je nog vragen hebt over series, vertel het mij gewoon. En jongens, alsjeblieft, laat achter in de reacties. Wat willen jullie zien op ShadowGames24? Help me alsjeblieft. Want ik heb jullie echt, ik heb jullie hulp echt gewoon nodig. Want op dit punt weet ik niet echt meer wat ik wil doen naast Minecraft. Dus hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.